Binnen een kwartiertje gooien wij onze schoolpoort open en kan onze vrijdagmiddag eindelijk beginnen. We zijn hier aan de vioolklas, aan het conservatorium aan zee. Het is hier nog heel stil, maar ik ben me stiekem toch wat aan het voorbereiden op de plassenmagdag. De leerkrachten zijn er klaar voor, ik ben er klaar voor. Het belooft dus een heel leuke, maar toch ook spannende dag te worden. Ik ben Pauline, ik geef Frans in het eerste jaar. Vandaag hebben mijn leerlingen zelf les mogen geven. We gaan bewegen met scheerschuim, we gaan Sherborne geven, knutselen, eigenlijk van alles een beetje. En we zijn eigenlijk heel enthousiast om eraan te beginnen. De studenten die zijn vandaag alle Brusselaars een lesje aan het leren. We gaan er ook een heel creatieve les van maken. We gaan spelen met muziek. Kinderen mogen zelf hun muziek improviseren. Ik ben meester Hobby van basisschool De Ooievaar uit Poelkapelle. En wij doen met onze school mee met de vrijdagmagdag, omdat wij heel vaak dromen over de school van de toekomst. En wat vond je het leukst? De spelletjes van een vijfde. En wat zou je graag terugzien elke dag op onze school uit deze dag? Naar de kleuterklas gaan. Bij nummer 1 staan alle wiskundelessen, de rekenlessen die jij kan doen. Ik heb vandaag mijn eerste les gegeven. Ik vond het heel spannend omdat ik niet wist hoe mijn klasgenoten hierop zouden reageren. Ik heb dat niet direct nodig, een speakbriefje, maar ik vind het wel tof dat mevrouw Cornelis dat doet. Mevrouw Beekmans en mevrouw Van Pijl hebben samen Mevrouw Beekmans en mevrouw Van Pijl hebben samen wiskundeles gegeven. We gaan mensen een lesje leren. Een lesje leren. Omdat onderwijs overal is. Ook onder de grond. Vond je het? Super tof. Allee, ervaring rijker.